Het is geen geheim dat Helene Hendricks zich graag afficheert als one of the guys. De presentatrice heeft op het gebied van grensoverschrijdend gedrag vaak ook een echte kleedkamermening. Als het gaat om het wanggedrag bij NOS Sport zit ze bijvoorbeeld behoorlijk op schoot bij haar conservatieve collega Johan Derksen. En ook met het commentaar van Jan Slachter is Helene het roerend is. De baas van Omroep Max vindt dat BN'ers met wanggedrag te hard gestraft worden. Ik maak mij hier ernstig zorgen om. Ik vind dat wij de laatste tijd volledig doorslaan in dit land. Waar gaat het eindigen, als er een keer iets ergs gebeurt? Met een publiek persoon of met zijn gezin? Jan walgt ervan dat publieke figuren als Tom Egbers, Jack van Gelder en Mart Smeets op het hakblok moeten, zonder dat er eerst grondig onderzoek is gedaan door een onafhankelijke partij, zegt hij tegen het AD. Wat een onzin, werpen de vrouwen tegen die gisteravond aan de talkshowtafel van Eva Jinek zaten om over de misstanden bij NOS Sport te praten. Presentatrice Roos Mogré, ik vind ook dat we even helder moeten houden, geen grondig onderzoek. Merel Westrik, ik wou net zeggen. De Volkskrant heeft 32 mensen gesproken. Roos, we moeten niet onderschatten hoe lang dat onderzoek geduurd heeft en dat gold ook bij De Wereld Draait Door. Eva lijkt het eens te zijn met hen, 4 maanden en 32 mensen hebben ze uitgebreid gesproken. Roos vindt dat Jan onzin praat. En uiteindelijk is er een klachtencommissie waar 100 klachten binnen zijn gekomen. Ik zou dan wel van meneer Slachter willen horen wat het alternatief is in deze. De feiten liggen op tafel. Het zijn geen dingen die verzonnen zijn, het zijn dingen die waar zijn. En Antoinette Schulderman, hij heeft het ook over trial by media, maar in principe is er nog niemand helemaal gecanceld geweest. Ik bedoel, er zijn sommige mensen nu tijdelijk van televisie verdwenen, maar ik denk dat als die een keer aan zo'n tafel verschijnen en van zelfinzicht getuigen, dat ze ook wel weer aan de slag zouden kunnen. Marijn de Vries, die te maken had met wanggedrag bij de NOS, maar hoe fijn zou het zijn als mensen gewoon eens sorry zouden zeggen?